Nee! 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 Oké, waar moet ik opstaan dan? Op dat grijze platform. Wat gaat er gebeuren dan? Ik weet niet wat het is. Ga maar gewoon staan. Oké, ik sta op het grijze platform. En nu? 1, 2. Eigenlijk! Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video van Human Fall Flat. Het is een nieuw spel, ik heb hem nog nooit eerder opgenomen op mijn kanaal. En we moeten gaan teamworken, dat ga ik samen met Daan doen. Hallo Daan. Hallo. Ik heb er zin in, we hebben het heel even gespeeld. Het is zo verschrikkelijk droog. Maar voor de mensen die het niet kennen, we gaan het even jullie laten zien wat precies de bedoeling is. Kijk hoe schattig, omdat het paas is ga ik ook nog lekker een tompoesje eten. Lekker toch? Je moet ook altijd weer eten jij. Nee, is gewoon lekker. Maar die zijn, ik kan hem nu nog niet eten, want er zitten helemaal handen onder. Ben jij serieus Kermit? Laat me even los, jongen. Nee, oké, okay, we gaan samen dansen. Hoppakee. Snappen jullie nu wat we bedoelen met hoe droog het spelletje is? Ja, het is super droog. Maar jij moet, laat me dat eens even los. Kijk, hoppakee, kijk. Nou, we kunnen dus gaan lopen in het spel. En we kunnen dingen vastpakken met de knopjes van de muis. Stel je voor, we hebben daar een soort van afvalbak. Die kan ik dan pakken. En die kunnen we dan ergens meenemen zo. Hij gaat nu heel moeilijk vooruit. Wacht even. Kom je helpen. Ja, je bent niet sterk genoeg. Ik wel. Ik ben zeker niet sterk. Wacht even. Met één hand? Ja, ja. Je hebt één hand op je rug. Ben je aan het schaatsen? Ja. Oké, waar moet ik opstaan dan? Op dat grijze platform. Wat gaat er gebeuren dan? Ik weet niet wat het is. Ga maar gewoon staan. Oké, ik sta op het grijze platform. En nu? 1, 2. Wat gebeurt er? Wat? Oh! Oh! Dit... Oké. Je hebt me serieus doodgemaakt. Nou, maar je nou, dat is leuk. Als je doodgaat, dan teleporteer je weer eigenlijk uit de lucht en dan kom je weer op het level terecht. Dus we zitten momenteel in level 2 van de game. En volgens mij ken ik dat. Wat ben je nou allemaal... Laat me nou eens los. Hey, Kermit. We lopen nu zo, maar we moeten dus het level halen door op een plek te komen. We moeten het level halen en het is eigenlijk een puzzelspel. Dus je moet puzzeltjes oplossen om uiteindelijk op een bepaalde, om het einde van het level te bereiken. Ja, je ziet dus hier al die deur. Ja, je hebt dat ding. Kijk. Dan kunnen we hier dus al door. Dat is mooi. Maar ja, wat denk je dat we nu moeten doen? Ik denk dat we die trein moeten schuiven, want dan ziet het er wel naar uit. Ja. Wacht even, ik ga hem hier pakken. Wacht even hoor. Oh, ik heb hem nog niet. Wacht. Ja, nee, ik moet hem even goed pakken. Oh, je moet hem aan de zijkant pakken. Ja, dat maakt niet uit. Hij moet in ieder geval verschoven worden. Kijk, en die andere. Ja? Die moet dan hierheen, zodat wij bij die deur kunnen. Kijk. Ik ga er doorheen. Dit gaat lekker, dit gaat goed al. Dit is trouwens nog wel een makkelijk level. Het is maar level 2. Ja, je hebt natuurlijk ook custom levels gemaakt door mensen. Vorige keer waren we echt bijna een uur bezig en we waren nog niet klaar met het level. Nee, nog lang niet. Kijk, deze moet hier vanaf. Ik denk dat we weer iets met die trein moeten doen. Laat dat bankje nou even staan, man. Jeetje. Oh, hebben we die echt nodig? Of niet? Nee. Oh, ja, weet ik niet. Ik denk dat we die trein moeten schuiven. We moeten inderdaad met die trein. Pak jij hem aan de zijkant? Ja, maar moeten we hem wel verschuiven? Want even kijken hoor. Waar moeten we heen dan? Hij moet hiervoor, zodat we... Ja, die zit ook bij die buffers. Je moet meteen de buffers aanrijden. Nee, toch? Kijk, je moet maar anders hou je toch niet met die sprong? Kijk, want ik moet toch eerst die sprong halen. Ja, je hebt gelijk. Ja. Dus even kijken, want we kunnen ook springen. Hè? Je kan ook dingen vastpakken. Gewoon een grote sprong. Oké, daar komt hij. Ja, dan moeten we nog steeds gaan. Ja, ik heb hem gehaald. Yes. Oké. Dat is helemaal mooi. Ik niet. Echt niet? Nee. Jammer dit. Ik ga vast op een knopje drukken. Er is een knopje. Oh, hoppakee. Ik heb erop geklikt. Wat ga jij doen dan? Kijk, ik ga proberen. Dat is een trucje. Dat is eigenlijk een trucje waardoor je dus kan klimmen. Oh. Maar, oké. En gaat het lukken dan? Het is een beetje omslachtig, maar als je een hele grote muur hebt waar je eigenlijk niet over kan, dan is dat best wel handig. Ik probeer te kijken, want die paal zit ervoor. Ik kan niet echt wachten. Ik ga even kijken of ik het zo kan laten zien. Ik ben er bijna. Ja, ik zie het. Oh, kijk, dat gaat lekker, joh. Ik kom nog steeds een stukje omhoog. Ja? Oh, dat heb ik vorige keer ook geprobeerd, maar dat lukte echt gewoon niet. Ik kan je ook heel inpakken, hè? Hallo. Kijk, ik trek je gewoon mee. Ja, zo. Pak mij nu. Ja. Wacht, heb ik het gedaan? Oké. Nou, dan gaan we verder naar de volgende puzzel. En wat Daan ook zei, het is natuurlijk level 2, dus iets makkelijker dan de volgende levels het natuurlijk. Het level wat wij vorige keer deden, toen wij even aan het proberen waren, dat was een van de laatstes. Wow, ja, dat kon ik zien, want we kwamen echt niet verder. Dat was echt lastig. Ik denk dat we weer wat met die treinen moeten doen. En ik zie het bijna al. We moeten een trein denk ik gewoon schuiven. Maar is dat dan het enige dan? Want volgens mij staat hij een soort van vast of niet? Aan die zijkantjes. Of staat hij niet vast? Nee, hij staat niet vast. Oké, nou dan zou ik hem gewoon kunnen slepen dan? Of? Nee, maar dat kan dus niet. Want hij zit, kijk, hij is gecrashed hier. Kijk, die zit vast aan die wagon. Dus met deze middelste trein kunnen we niks. Oké, dus dan moeten we iets anders bedenken. Maar wacht even, als we nou deze eens gaan verschuiven naar links, kunnen we dan niet zo moet iets het. Ik weet hem al. Ik zie hem al. Maar hoe ver dan? Tot daar, toch? Wacht even hoor. Even we moeten via dat trappetje moeten we gaan klimmen, toch? Hier. Ja, kijk. Wacht even, ik ga naar boven. Kijk hoor. Ja, dat is zo'n lomp. Ja, nee, ik was even... Oké, daar komt hij. Hop! Hey, ik ga aan de kant, anders... Ja, wacht even. Oh, wacht.
Wacht even, het gaat niet meer helemaal goed. Wacht even. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ja, het wacht. Ik ga hier wel staan zwaaien. Wacht even hoor, ik moet zeg maar omhoog, ja. En dan springen en dan gaan we verder klimmen. Hoppakee. Dit is echt heftig. Ja, prima. Nee. Kermit, laat me los. Dit gaat niet goed als wij lopen te rommelen. Ik wil het niet opnieuw doen. Nee. Ik weet al wat jij wil doen. Wegwezen jij. Nee. Nee. Niet erop. Kermit, laat me los. Oh, is daar het einde al? Is dit het serieus al? Ja, dit is level 2. Oh my god. En dan ga je dan hier naar onder. Dan moet je er gewoon vanaf springen. Dan heb je hem gehaald. Kijk, dat was... wauw. Oké, ik heb zelfs een achievement gekregen. Nee, dit was er niet. We moeten nog een heel stukje op. Meen je dit? Ja, dat was het eerste gedeelte. We zijn er nog niet. Ik heb Choo Choo heb ik gedaan. Nou, dit is vanzelfsprekend. Kom maar met die doos. Laat mij je maar weer doen, Kermit. Ja, dan doe ik het even zelf. Kijk. Zo. Nou, hè, dat gaat helemaal goed. Oh, wacht. Dit is trouwens al het volgende level. Dat gaat gewoon door. Omdat het kleine levels zijn. Maar dat maakt niet uit. Vandaar. Oké. Okay. Nou, we kunnen wel een stukje laten doen, toch? We doen even een stukje nog. Dat is gezellig. Ja, de vorige was zo kort. Ja, inderdaad. Ja, dat gaat goed. Ja, maar deze is ook nog een van de makkelijkere. Of het is wel dezelfde. Ik weet het niet. Maar hij is in ieder geval wel leuk. Ik heb wel een achievement voor Choo Choo terrein. Ik denk dat het wel goed zit. Moet ik hierop klikken? Oh, kijk nou. Ja, maar we moeten iets meenemen. Want die grijze knop die moet die doos op. Dus die... Ja, maar dan denk ik dat we hem weer omhoog moeten doen met deze knop. Heb jij? Oh, dat wordt een speedrun, joh. Moet je kijken. Super gaaf. Leg jij hem erop of wat zal ik hem doen? Pak jij maar. Pak hem. Ho. Nee, wacht hè. Doe je verder nog. Ja. Kijk, en dan kan je dus zo hoog. Zo. Ik denk niet dat we dat gaan halen, die jump. Oh, het is wel hetzelfde level. Kijk, daar ligt een doosje. Die moet hier, ja, denk die ik moet op. Hier naar boven. Dus. Maar. Deze moet in het midden. Oh, wacht even. Nee, helemaal naar links, toch? Want je moet die doos eerst opzetten, toch? Die doos moet naar boven, dus die moeten met de trein meeslepen. Dus ik denk dat je die trein... Je kan ook een klein beetje springen met die doos, denk ik, hè? Nou, ik betwijfel het. Plaats jij die trein eerst helemaal naar rechts? Ja, ik denk dat we dat beter kunnen doen. Kijk. Dus deze gaat hier naartoe. Omhoog. Kijk, daar komt hij. Teamwork, jongen. Je kan dit met 4 man doen, maximaal. Dat is ook wel heel droog. Maar gaat het goed met dat liftje? Houdt hij je nog? Oh, ik zat vast. Oh, houdt hij je nog of niet? Hij houdt me nog, ik ben nog niet te dik. Nee, oké. Ja, je kan de trein verschuiven. Ik help je door dik en dun. Kijk, en dan gaat hij waarschijnlijk daarboven... Nee, dat was een compliment, hè? Kijk, zo. Nee, oh! Bijna die doos eraf laten rotten, hè? Ik zag het wel. Dan had ik weer opnieuw moeten beginnen. Zo. Nou, daar is de deur open, dan kun jij ook naar boven. Ja, maar dan ga jij met mij samen, hè? Kom maar. Oh, ja, oh je gaat via daar, oké. Nee, dat kan niet, want dan staat hij te ver. Oh, wacht! Ho! Hij gaat weg! Loading! Ik krijg serieus voor elk level een achievement. Dat dit is al briljant. Nee, dat is ook niet het volgende level. Hoort dit er ook nog bij dan? Maar zijn het allemaal losse levels? Allemaal bij, ja. Of niet? Maar spelen niet dit hele... Nee, dit is het volgende level. Dit is weer een andere. Oké. Okay. Maar het nou, lijkt wel een stukje laten doen. Op, want dat zijn toch kleintjes. Ik heb deze nog nooit gedaan. Ik kan wel die beginlevel kon ik herinneren. Die heb ik op de Xbox een keer geprobeerd. Moeten we serieus gaan klimmen over die steentjes? Maar deze moet je heel veel klimmen, ja. Ja. Dus eigenlijk klim en maar kijk, level. Wacht, kom eens naar de grond. Kom eens naar beneden. Ja, ik zie daar wel wat liggen daar. Pak hem eens beet. Kijk, ja, dan wordt er uitleg gegeven over hoe je moet klimmen. Achter je. Oh, ja. Dat lukt me wel. Dan moet je jezelf optrekken natuurlijk. Kijk, let op. Kijk, daar komt het al. Nee. Nee. Hey. Nee. Ja, maar, nee. Nee. Wat doet hij? Nee. Wat deed hij? En nou, rustig aan. Ja, oh hier. Oké, rustig aan. Ja. En dan gaan we daar naartoe. Oh, dit is wel vet. Maar dit hebben we al geleerd in dat filmpje dan, hè? Dus je handen omhoog, wat we eigenlijk al eerder liet zien in de video. Wacht even, je moet beide handen doen. Beide handjes, hè? Zo omhoog. Oh! Je kan het ook met één hand proberen, dan moet je wel heel sterk zijn. Ja, oh, ik ga trouwens de verkeerde kant op, geloof ik. Oh, waar moet je heen dan? Moeten we terug naar... Oh, daar heb je weer een filmpje. Ik denk dat er weer dingen worden uitgelegd dan of zo. Climbing higher. Dan moet je gewoon springen. Oh, dat is gewoon dat we moeten springen. Dus gewoon zo. Maar ik ben benieuwd of er een soort van secret is. Ik zie er namelijk ook een andere route. Ik zie die trein staan, maar ik zie ook een andere route. Waar zie je die dan? Daar links. Daar kan je, dat ziet het eruit alsof je er overheen kan klimmen. Waar zo? Hier bedoel je? Andere kant van de trein, andere kant op. Even kijken hoor. Oh, daarboven zit een gat daar. Zie je het?
Oh, maar dit red je niet. Wacht even. Ik moet jou even... Als je erop staat, moet je het even zeggen. Dan rijd je een stukje terug. Ja, ik sta erop. Maar dan moet ik natuurlijk hoger gaan klimmen. Dat wordt even een probleem, want ik kan dat niet zo goed. Maar ik wil wel proberen. Oh ja, nu moet ik dat... Ik denk dat ik het misschien kan halen met springen. Wacht even. Ja, ja. Ik ben erboven. En dan hier zo. Wat hebben we daar? Dan die grot. Even kijken hoor. Ik kan er... Ik weet niet of die tralies weg kan halen. Nee, ik kan daar niet voor de rest iets in doen of zo. Maar ik heb wel een touw hier. Wat moet ik met dat touw doen? Ik moet je denk ik zo aan slingeren. Maar moet ik jou eerst helpen of kom jij wel boven? Jij komt wel boven. Ik probeer boven te komen. Oké, ik ga slingeren. Ik durf nog niet te springen. Ik ga nog even één keer proberen met slingeren. Ik voel me net een Tarzan hond. Ja, oh, dit gaat goed komen. Ja, let op, daar komt ie. Hapkee. Yes, gehaald. Ik heb achievement. Het heet Die achievement heb ik nog niet eens geloof. Nee? Nee. Oh, moet ik dit halen? Moet ik dit op snelheid doen? Want die steen die rolt dan naar beneden natuurlijk. Kijk. Wacht even op mij, ik ben nog steeds niet boven. Zo, Daan, als jij ervoor komt, ga ik even tompoes eten. Ja, ik ben onderweg. Maar ik zie dat touw daar hangen. Ja, het handigste met een tompoes eten is die bovenkant eraf halen en dan lekker die slagroom. En dan de bovenkant als laatste ofzo? Ja, of tegelijk. Oh. Even geduld, meneer. Ja. Hij smaakt goed. Zo, heerlijk. Dat was een heerlijk tompoesje. Hey, ik kom via een andere route, denk ik. Hoppakee. Hierop, dan komen we hoger natuurlijk. Maar moeten we allebei het level halen, of niet? In principe niet, maar het is wel leuk als je allebei het level haalt. Ja, dat is wel zo. Ga ik proberen of ik dit... Oh, ik ben op de trein. Hey, daar ben je, jongen. Dat was super, super cool. Oh, ja, daar komt-ie. Hoppakee. Maar je moet eigenlijk even andersom. Je moet even dat steentje moet je even de andere kant op laten kijken. En dan kan je naar de andere kant en dan via de trein. Hey. Ik ben wel benieuwd wat daar boven is. Ik ga even kijken hoor, want ik zie daar al een soort van... Ja, het is een gebouwtje. Kan ik al er doorheen dan? Ik kan er niet doorheen. Kan ik hem open... Oh, ik moet hem echt open trekken, die deur. Ja. Dit is cool. Gewoon een dikke lounge. Daar is volgens mij het einde. Ja, ik zie hier een televisie. Hoppakee, ik wil Wacht geen flatscreen. Kom eraan, even een tv'tje kijken. Ja, nee, maar kan die aan dan? Nee, toch? Volgens mij niet. Nee, hij staat, en ik zie ook boksen, maar ja, voor de rest, wat is dit Doe dan? Die box uit het raam. Oh, ik val! Oké, dat was blijkbaar het... Dat is het einde. What goes up. We zijn er allebei. Dit was Human Fall Flat. Ik hoop dat je het leuk vond. En als je meer van dit soort video's wil zien, laat het sowieso eventjes lekker weten. En dan gaan we met een groter groepje spelen. En dan doen we ook moeilijkere levels. Je kan ook custom... Nee! Ja! Godverdorie. Je kan ook custom levels downloaden. En dan komt dat helemaal in orde. Toch? Ik zal doen. Nou, Daan, bedankt voor het spelen, jongen. En voor het gek doen. Toeg! Jojo! Die kan toch niet? Ja, nee!